Ga gereed zitten. De boot gaat recht liggen. Stuur kijkt of ik in één beweging naar de finish kan. En dat kan. De boten zijn vertrokken. En het ziet er naar uit dat Protus Eretes een mooie vlugstart heeft. Daar bovenin de baan. Maar ook Aspos de Vliet gaat hard mee. Inderdaad, beide ploegen zijn hard weg. Maar nog steeds lijkt het dicht bij elkaar te zitten. En ondertussen gaat het zonnetje nog een beetje schijnen hier op de Wap. Wordt flink mooi weer. Ja, absoluut. Die weersomstandigheden die kunnen nog op het moment een beetje omslaan. Al lijkt de wind wel iets meer te gaan liggen vergeleken met toen wij hier kwamen. Ja, de Griekse goden zijn, de Griekse weergoden zijn dan de Argo gunstig gezind. Dus de Argo sprint is een mooie vrijdagavond. Nou, dan doe je ze even rustig aan met donder en bliksem. Dan schijnt er gewoon een zonnetje, een beetje wind en dan kan er mooi geroeid worden. Toch fijn dat er naar onze gebeden is geluisterd. Precies, en het is, ja, Aspos wat hier... Aspos wat natuurlijk al snel uit de start is, die echt die snel echt een hartstikke goed kon doortrekken. En nu toch wel het voortouw lijkt te nemen. Aspos dan wordt het volgens mij nog wel spannend om de wie de laatste plek wordt en dus niet mee kan komen naar de A-finale. Dus de strijd is daar zeker nog niet gestreden. Ja. Al lijkt Pelargos-Noord combinatie nu wel de boot voorbij die van Gias te hebben getrokken. Dus. Ja, het is de Zijlstroom 137. Wat als eerst over de finish gaat. Zijlstroom in de hoek tussen Leiden en Leiderdorp. Ik heb daar laatst nog ergens in de buurt gegeten. Was erg lekker. Hm. Maar ja... Ik ga nu natuurlijk niet over mijn restaurantervaringen vertellen. We gaan gewoon meteen door naar de volgende voorwedstrijd. En dat is de tweede voorwedstrijd van de lichte dames eerstejaars.